Even, ben jij een trofeejager? Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ja, ik vind het erg mooi. Maar ik ben boven dat ik mijn trofeeën waardeer, ben ik een vleesjager. Ik ben een eter. Trofeejacht in Afrika bijvoorbeeld, uitgevoerd door welgestelde mensen. Helemaal super, dat is heel goed voor de plaatselijke bevolking. Al het vlees wordt benut. Ja, al het vlees wordt benut. En daarmee ontkracht je het trofeejagen. Mijn huis is een verzameling van trofeeën. Dit is een trofee van onze trouwdag. Nou ja, dit is natuurlijk de mooiste trofee die je in je leven krijgt. En hier heb ik ook trofeeën. Een schilderij van mevrouw Zelderak. Nou, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dat is een trofee. Dit is mijn moeder. En dit is een foto gemaakt door een kameraad van mij. En ik vind die echt zo verschrikkelijk mooi. En dit zijn de trofeeën uit de jacht. En hier hangt een geit. Hier hangt een hele oude geit. Die is met hormonale storingen heel zachtjes aan het veranderen in een bok. Maar dit zijn trofeeën. Ik heb ze allemaal en stuk voor stuk zelf opgegeten. Edward, kun jij zoiets moois stuk maken? Ja, bij voorkeur. Ik maak liever een mooie ree, schiet liever een mooie ree, als dat ik een voddenbaal schiet of eentje die ziek is. Dat noemen ze hegeabsoes, oftewel in het Nederlands wijdwerk. Je moet zieke dieren eigenlijk voorrang geven boven gezonde dieren, omdat het dier uit zijn lijden verlost zou mogen worden. Maar een ziek dier eet je niet op. En ik ben echt een eetjager. Het is oud-christelijk om een mens die ziek is op te lappen, maar een dier wat ziek is te doden. Nou, ik heb dat meegemaakt met konijnen in het Amsterdamse bos, met hazen die overreden zijn door een trekker of door een auto, maar die dan nog leven. Die beesten die gillen van de pijn en als je er aankomt om zo zachtaardig te zijn om hem te doden, dan willen ze vluchten. Ze willen niet gedood worden. Als jij bejaard bent of je hebt je poot gebroken en de dokter komt eraan met een spuitje om je dood te spuiten, dan heb je geen zin in dat spuitje, want je wil leven. Nou, dat wil dat haas ook. Dat wil dat ree wat zwaar gewond is, die wil ook leven. Die wil niet door jou geholpen worden. Maar in de natuur werkt het zo. Dat ree wordt opgegeten door de vos of door de matter die hem vindt. Of tegenwoordig een wolf. Of door de jager. Alleen ja, een jager eet meestal een ziek dier niet op. En een dier doet dat wel. Ja. Nee, dat is een gedachte. En ik heb daar vaak mee. Ik hou ervan om dingen vanaf een andere kant te belichten. Nou, dat zieke dier is er één van. Hij vraagt me niet om gedood te worden. Hij vraagt, geef me de kans om te vluchten. Nou, wie ben ik dan dat ik hem zal doden? Een wolf doet er een kwartier over voordat hij de beestje kort hebt. En dit schot is een seconde. En dan ligt hij. Minder dan een seconde. Klets. Het is het voordeel van de menselijke natuur. Maar ik had toen ik jong was de wens om een beer te schieten met een pijl omhoog. Nou, daar is eigenlijk nooit van gekomen. Totdat ik ouder werd. En toen werd ik door een bevriende jager uitgenodigd. Die zegt, joh, hij zegt, ik ga elk jaar naar Canada om een beer te schieten. En ik heb daar een neef zitten. En hij zegt, ga een keer mee. Nou ja, dus ik ben daar. En nou blijkt dat die beren daar, dat is een plaag. Je mag op één vergunning twee beren schieten en onbeperkt wolven. Want sinds het bont, de huid, weinig of niks meer waard is, is die populatie van die beren onwijs toegenomen. En die beren die vreten al die kalfjes op van die caribou's en van die elanden. Nou, en omdat, dat noemen ze biodiversiteit, om die biodiversiteit in balans te brengen, zijn ze weer op die beren gaan jagen. Net als de indianen vroeger deden, hè, want die beren. Eén zo'n beer is voldoende voor een jas. Nou ja, dus kijk, en een caribou
Daar worden wel jassen van gemaakt, maar die zijn veel minder goed als die van beren. Want die van beren zijn slijtvast. En dat heb ik je net laten zien, die hettenharen zitten los. Dus een broek van een karibou, die valt veel eerder uit. Beer was zeer geliefd. Als je de beer eruit gooit en je stopt jezelf erin, dan heb je al een jas. En mocht er nou toevallig nog iets zijn wat jullie uitgelicht willen zien, door bijvoorbeeld Eduard Jagen en Vissen, iets over materiaal of kennis van bepaalde zaken, stel die vraag gerust, wie weet kan ik er een leuke film van maken. Wat ik nodig heb, is een beetje ondersteuning.